een product helemaal voor mij gemaakt, de Princess Filler. Oh ja, ja van de Princess. Naam dan. Ja, Princess. Ik weet niet wat het ja. is. Oké. Okay. Okay. Nou, de Princess Filler is, een, is weer een hyaluronzuur, zoals er best wel veel zijn. En Princess Filler is een middel wat zachtere filler is. Dus een beetje vergelijkbaar met Pelotero. Pelotero Balance. Ja. Ik vind het qua middel is het dus een hyaluronzuur. Het heeft wel een voordeel, het is gewoon de prijs. Het is gewoon een relatief goedkope filler, maar met wel echt wel, vind ik zelf, zeer goede producteigenschappen. Dus ja, voor mensen die toch wat prijsbewuster zijn, is het best wel een hele goede optie. Okay. Ja. En wat kan je ermee? Welke behandelingen? Nou, je kunt er heel veel rimpels mee behandelen, wallen kan je ermee behandelen, maar het is niet... Ik vind hem niet zo sterk in liftend en ik vind hem ook zeker niet sterk in echt volumevergroting. Okay. Ik gebruik hem met name als mensen hele oppervlakkige wallen hebben en ook als ze een heel licht effect hebben van de lippen. Maar als ze toch niet het geld willen betalen voor bijvoorbeeld Juvederm-producten of andere hyaluronzuren. Iets duurder zijn. Oké, en wat mogen mensen verwachten? Of wat kunnen mensen dat is gewoon verwachten? In principe van die hyaluronzuren of van de Princess gewoon een goed resultaat. Ja. Ik moet daar soms wel eens een beetje compenseren met techniek. Oké. Maar ja, weet je, het is gewoon een webverkoper en het geeft gewoon een goed resultaat. En, dat is het allerbelangrijkste dat natuurlijk. Is het belangrijkste. Ja. Dus de Princess Filler is een filler uiteraard. Die net wat goedkoper is, maar wel goede resultaten biedt. Ja. En kan je dus eigenlijk voor met name oppervlakkige rimpels, heel af en toe ook voor de lippen is die geschikt om te gebruiken. Ja, en voor bijvoorbeeld ook de traangoot. En de traangoot inderdaad. Ja, duidelijk. Dankjewel. Alsjeblieft.